Goed dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ja. Hoi. En Damien is hier. Hoi. Ik kom bij de Oh ja, goed. We zitten op Samantha Chagrin. En dat vind ik leuk. Want die is taalrijder. En waarom kan ik niet bokken? You don't have the money to buy a starrider. Ik heb het wel, maar ik mag het niet kopen. In ieder geval, we zijn in Mistval. En ik heb er zelf nog niet heel veel van gezien. Ik log serieus net in. Maar we gaan de nieuwe paardjes bekijken. Samantha is weer starrijder. Oké, even kijken. Dakrijdersring. Dat klinkt heel raar. Oké, deze stang is van toen Mistval uitkwam. En ik moet zeggen, hij is oerlelijk. Net zo lelijke. Hou je bek. Ik ga het niet zeggen. Het lijkt alsof hij in de kots heeft gerold. Dus ja. Oké, hebben we hier de halflinger die uitkwam gelijk met Mistval. Wow, what the fuck. Ja. Gelijk met Mistval. En ja, ik zou hem niet zelf kopen, maar hij is op zich wel leuk. En dan hebben we hier een nieuwe Connemara. Oh, wow. Wow. Ik word helemaal volgespamd met clubdingen, maar dat wil ik niet. Go away. Get out of my life. Maar ze zit toch, zit ze niet in onze club? Ja, kijk, dan moet ik eens even uitleggen. Samantha, die is op de een of andere manier uit Shared Sisters Army gegaan of zo. Maar ik heb dus het idee dat iemand steeds op haar account zit om haar uit iedere club te helpen. Dus ja, dit is een Connemara die nieuw is. Wil je in mijn club, please? Sorry. Nee, je zit al in de beste club. Maar, sorry, nee. Wacht even, neem op CC. Oké, kijk, dit is dus een Connemara en ik vind hem niet echt mooi, want hij doet me heel erg aan die ene IJslander denken en die vond ik ook al niet zo mooi. Deze heeft dan geen blauwe ogen, maar ja, het hoeft voor mij niet. En dan komen we hier aan bij zo'n schattig lieve Connemara en hij is wit en schimmel en hij is zo schattig. Ja. En ja, ik wil je dus eventjes gaan vertellen, waarschijnlijk ga ik dit schatje kopen. Ik weet nog geen naam, dus ik ga Laat in de comments achter welke naam. Nee, dat doe ik niet. Ik ga een poll aanmaken. Ja, ik weet het, dat je me vraagt in de club, maar ik ga er echt niet in. Dit komt nu allemaal in de video en dan voel je je waarschijnlijk echt heel kak. Maar ja, boeit me eigenlijk niet. Dus dit schatje ga ik waarschijnlijk kopen, maar ik weet nog geen naam. Dus er komt een poll. En dus er komt een poll en dit en dat. Hou je bek. Sorry hoor. Agressief. Nou ja, er komt dus een poll en dan heb ik 3 namen bedacht. Nadat ik dit heb opgenomen. En ja, dat staat er dan in en dan kun je kiezen. Oké, maar ja, als ik starrijder ben, dan ga ik dit natuurlijk Mistval vrij spelen en daarna dat paardje kopen. Je hebt een uitnodiging gekregen. Je wordt helemaal vol. Kijk, hier staat gek. Ja, ik word inderdaad gek. Kijk dit dan. Ja, waar. Oh, 1 keer iemand uitgelogd. Ga een keer, ga erin. Nee, je moet een keer voor de grap erin gaan. En dan zeg je hallo en dan ga je er weer. Echt hè? Ja, dan moet je gewoon Ja, oké. Sorry, dat was mijn muis. Als je deze video kijkt, en dat zei ik ook een keer met Samantha. Als je deze video kijkt, sorry, maar je bent ik echt ga super... Ik ga echt niet in je club, man. Nee, dit We is... We gaan niet in mensen die irritant zijn in hun club. Hey, maar ze gaat me nu ook gewoon niet... ze gaat me nu ook gewoon niet vragen, hè. Ze vraagt me nu gewoon niet meer. Oké. Nou ja, dit is ook een Connemara die uit is gekomen tijdens de Mistval update. Hij is op zich wel schattig, maar ik vind dat hoofd niet echt die bless. Ik vind hem wel lief. Als ik het geld heb, ga ik die gewoon kopen. Ja. Ook al ga ik het geld nooit hebben. Nee, waarschijnlijk niet. Ik ben voor iets anders aan het sparen. Ja. Maar, ja. Ik weet niet. Ik vind het niet echt een leuke kleur. Ik vind dat ze tijdens die Mistval updates wel mooiere paarden konden uitbrengen. En dan hebben we hier nog een grijze Hanovraan. En, ja. Het is een oud opaatje. Of een oud omaatje. Maar ik vind hem echt niet mooi. En waarom is het nou weer een oud opaatje of oud omaatje? Ja, weet ik niet. En
Nu we hier toch zijn, denk ik, ook al moet ik eigenlijk misval zelf ontgrendelen, dat ik denk ik eventjes hier een paar rondjes ga rijden. Want dan kan ik jullie even uitleggen hoe het zit. Ik dacht dat met de decemberkalender van Star Stable, dat adventkalender of zoiets, dat er een Star Rider code zou uitkomen. Toen dat niet zo was, werd ik een beetje, ja, sad. En... En ja, sindsdien is het één keer Star Crunch, dubbel Star Crunch weekend geweest. Maar dat mocht ik niet zijn. En toen werd ik depri. En ja, toen werd ik echt heel sad. En ik had nooit zo zin in RP of zo. Maar ja, dat gaat... Ik mag, hoe heet het, bij sommige spellen. Ik bij sommige Minecraft servers. Dan kan je ranks kopen en zo. Toen was er een keer een aanbieding. Een rank die kost eerst, hoe heet het, 24 euro geloof ik. En toen kostte die maar... 7 euro of zo. En toen zei ik tegen mama, mag ik dat? Hij is heel erg in de aanbieding. En toen zei ze gelijk, nee. Zoiets zei mijn moeder ook. Zo van, het is maar 1 maand stalrijder en ik zal het 100% ja, zelf betalen. Ja, die rijden gewoon lifetime, hè. Dus dat heb je voor altijd. En dat kost 7 euro. En dan zegt mijn moeder, nee. Maar ik zei dat echt zo via de app, want ik durf dat zomaar niet zelf te zeggen. Dus... Ja, ik zeg gewoon altijd zelf van, mam, mag ik dit, mag ik dat? Altijd als ik aan mijn moeder vraag, mam, kom eens kijken, dan zegt ze gelijk, ik ga niks kopen, hè. Omdat altijd als ik vraag, kom eens kijken, dan weet ze dat ik iets wil kopen. Oké, rustig. Ik ga er één keer in. Ik zeg... Nee, wacht, je moet even gaan praten met hun en zo. Hoi. Welkom. En dan zeg je zo, wat een... Maak me... Nee, zeg dan, maak me leider. Trouwens, onze mijn webcam zit nu wel voor de chat. Maar ja. Ze stuurt welkom. Dan stuurt Sylvie stuurt hoi. En daarna stuurt ze gelukkig nieuwjaar. En maak me leider. Maar ik ken je nog maar net. Dan zeg, nou en... Oké, wel, en dan hashtags. Ja, ze zien het, oh, ze zien het hier ook wel. Mm. Wel boeien, ja. Oké. Ze gaat als leider, clubleider, boemen, wie, man. Wat een slechte club is dit, man. Oh mijn god. Ga naar de regels. Ga, ga de dingen bekijken. Regels. Lief doen. Blijf ARB erin. Niet spammen. Niet met caps. Alleen ik. Je luister naar clubleider. En naar mij luisteren. Als je vervelend. En als je je verveelt. En niemand is online. Kies dan iets van de weekplanning. Ga naar de weekplanning. Ja. Optocht om 3 uur. Optocht? Ponytron. dag alleen. Jorvik. Dat is verkeerd geschreven. Ponytreinen. Parade. Missies doen. Of treinen. Samen treinen. En als je zelf de missies hebt, samen doen. Vrijmiddag. Dansen om 5 uur of 6 uur. RP Steve. Bak 3 uur is een RP 5 uur en 8 uur. Fucking logisch. Logica. En ga je eens naar de club, jongen. Helemaal. Heel liefde clubleden. Deze club is voor non-stalrijders en stalrijders. De comma's staan verkeerd. Ja, ik wil dat hoge ja, ik wil dat jullie eindelijk... eindelijk... Dus je wilt zeggen dat ik niet blij ben? Eindelijk heel blij worden van worden. Deze club wordt met zonder D. Te gek, joh. Ik ben samen met mijn clubleider. Wees lief en deze regel is belangrijk. Plezier hebben en veel plezier. Logica van de zin. Veel plezier en groetjes. Groetjes, de clubleider en clubeigenaar. Jij bent de clubeigenaar, hè? Ja, ik moet naar mezelf luisteren en dat ga ik ook doen. Zo, Samantha, jij gaat uit deze club. Oké. Zeg, moet ik uit deze club? Moet ik uit de club gaan?
AUB, AUB, zei ze twee keer trouwens. Alsjeblieft, maar... alsjeblieft. Blijf alsjeblieft in deze. En sowieso ze zegt, nee. Ik zou echt zeggen van, moet jij weten. Wacht, moet ik anders online op jouw account? En dan vraag ik haar zo. En dan vraag ik je zo. Ja, is goed, is goed. Gaan we even naar... Ze reageren gewoon niet, hè? Ze fucking reageren niet eens. Trouwens, het kan niet eens kwaad dat ik hier zo in de bak ben, want dan zie ik nog niet heel mistval. Star Stable Online, Star Stable Online. Ik vind trouwens dat die hekken echt super... Kijk, Damien, deze hekken blijven echt niet lang open. Kijk, deze blijven echt niet lang open. Je moet er echt voor gaan staan, dan kun je er amper stappen doorheen en gaan ze al dicht. Heel raar. Ze reageren niet, dus waarschijnlijk ga ik er zo meteen alsnog uit. Maar Damien, weet je mijn inloggegevens? Nee. Nou dan. Waar is Fenna? Is Fenna online? Waar is Fenna? Oh ja, trouwens, voor degenen die dat niet weten, ik ben een soort van, ja, fanachtig, niet echt. Maar ik kijk naar video's van Hoefwijzer en Hoefwijzer zit dus op Hurricane Hill. En dat is wel grappig, want Lily en Tindra die gaan altijd in stelrijdergebied zoeken. En ik ga dan op en neer tussen Moerland en voor FV, dat is wel grappig. Dus ja. En ben je haar gewoon een keer tegengekomen? Ja, ik ben er een keer in Moerland tegengekomen. En toen wist nog niemand dat ze online was. En toen was ze aan het trainen. En toen zei ik hoi. En toen ging ze weg. mensen. Ik ben zo terug. Mensen, ik ga heel even kijken of hier haar homestable is. En inderdaad, ze heeft haar homestable veranderd naar Stal van Dundel in Mistval. Ik kan het eigenlijk niet echt geloven dat ze dat gewoon serieus heeft gedaan. Ik snap het dat Tindra dat doet, want zij heeft lifetime. Maar Samantha, die is 3 maanden en ja. Ja, maar het kost maar 25 starcoins. Ja? Oh ja, 25. Oei. Als ik wil, kan ik ook van stal veranderen. Ik heb 125. Ja, geloof ik zelfs nice. 325. Maar dus, Yvonne Dolphin Lake, ik wil je niet afkraken of zo. Maar ja, ik vind het best wel super irritant dat je me gewoon 20 keer zowat, zelfs meer, in club vraagt. Terwijl dat ik zei, ik neem op CC. Dus... Als je deze video kijkt, ik haat je. Nee, doe even normaal, joh. Oké, okay. Sorry, maar eigenlijk is dat best wel heel grappig nu je dat zegt. Want ik moet eventjes zeggen, ik heb 1 keer in een video gezegd, zo van Samantha, van als je deze video kijkt, lekker voor je. Zo van, ik mag jou niet en zo. Maar toch ben ik er dankbaar dat ik nu echt wel op de account kan en zo. Dus ja. Ik heb trouwens in de clubchat gezegd, moet ik uit de club gaan? Even later, hallo, geef me aandacht. Dus... Het gaat nog steeds niet. Ik ben een vriendin van haar. Nee, zeg, ik ben een hacker. Ja, dag. Ik ga niet zeggen dat ik een hacker ben. Ik weet hoe irritant het is. Hé, er staat iemand voor mijn deur. Dief. Doe wat normaal praten, joh. Dat is iemand met 600 euro. Ja, ga dan toch weg. Dat zijn allemaal van die mensen die gaan dan om geld vragen en die gaan dan vragen... Nou, weet je, die gaan dan proberen al je spullen te pakken en zo, maar dat kan helemaal niet. Zijn maar je spullen. Kijk nou maar of Star Stable het al doet. Ja, ik ben even bezig met mijn muis. Ik ben echt aan het kijken. Over wie heb je het? Samantha, natuurlijk. Maar, dus, kijk, dat wou ik dus eigenlijk ook doen. Maar Damien zei dat ik met hun moest gaan praten. Dus ik ben bij jullie zo meteen terug als Damien eindelijk is ingelogd. Ja, oké, weet je wat, jongens? Ik heb geen zin om te wachten. Dus, en ik vind dat de video ook al best wel lang duurt. En ik denk dat ik heel even in deze club nog blijf totdat ik ga uitloggen. Want ja, we begonnen ook zonder club. Maar ik wil je bedanken voor het kijken naar deze 1 jaar... De special dinges van Circus and Friends. Terwijl we helemaal niks hebben gedaan. Niet echt iets speciaals. Alleen op een ander account. Dat is misschien wel een beetje speciaal. Maar ja, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie zaterdag. Doei!